Dag lieve mensen, welkom bij deze video. Mijn naam is Jacqueline, welkom bij Angel Shaman Power. Wat gaan we doen? De energie van de week van 3 tot 10 november. We zitten alweer in november, nog eventjes sinds voor kerst. Goed, we gaan eens even kijken. We hebben natuurlijk het portaal 1-11 gehad. Daar komt ook portaal 11-11 en ja, dat is ook carnavalsbegin hier in Limburg. Dus dan zijn de meeste van ons zijn wel bezig met feesten. Of ik dat ben, moet ik even afwachten of ik ga. Maar goed, we gaan eens even kijken wat zorgt deze energie. Als je deze video's leuk vindt, like, abonneer en deel. En ja, take it as it resonates. Dus ja, pak datgene wat van toepassing is en wat niet van toepassing is op jou. Dat mag je loslaten en wie weet heb je toch die ervaring dat dit achteraf, als je even de video straks terugkijkt volgende week, dat het toch passend voelde, ook al zit je nu niet in dat stuk. Want het kan natuurlijk per dag kan gewoon iets gaan shiften. Dat hoef je niet, dat hoeft niet altijd zo te zijn dat het op dit moment niet passend voelt. En ja, over een paar dagen is het misschien wel zover. Gebeuren er wel van allerlei dingen. Goed, want veranderingen kunnen gewoon in een instant gebeuren. Heb daar ook het vertrouwen in dat dingen kunnen gaan stromen als de tijd ervoor rijp is. Maar goed, wat er speelt onbewust heeft te maken met overtuigingen, vasthouden, emoties en patronen. Dus misschien zit jij in een patroon waarom de dingen niet stromen in jouw leven. En dat kan te maken hebben met onbewuste overtuigingen. Onbewuste overtuigingen die je in de jeugd hebt vastgezet. En ja goed, dat heeft te maken met patronen die misschien al heel lang spelen. Dat verstrengeld is. En wat ik zelf ervaren heb, is dat het ook vaak één stukje is in dit leven. En heeft dan met één ding te maken, met één emotie. Maar het kan dus ook met meerdere emoties te maken hebben. Dat heel veel verschillende dingen eigenlijk op hetzelfde punt, dat je uitkomt bij hetzelfde, bij dezelfde overtuiging. En dat het zich manifesteert in verschillende dingetjes die je mag opschonen. In verschillende, dat je verschillende ervaringen hebt. Maar de grondslag is eigenlijk bijvoorbeeld het niet waard zijn of moeten wachten om iets te ontvangen. Of ja, het niet goed genoeg voelen of je schuldig voelen of de verantwoording overnemen van iets, van iemand. Dat kan, hè. En die koorden mag je dus reinigen, dat mag je loslaten. En daar gaan we dus, waarschijnlijk gaat dat dus komende week nogmaals ja, naar voren komen als je daar al aan gewerkt hebt. Weet dan dat je de wortels eigenlijk uit je systeem mag groeien, uit je energieveld. Want dat is natuurlijk belangrijk, als je dat niet opschoont op energetisch level, dan blijft het eigenlijk zich herhalen. Als je eens naar situaties kijkt van bijvoorbeeld qua werk, qua liefde, qua wat met kinderen is of ja, wat er ook allemaal speelt in jouw leven waar je problemen ervaart, kan het dus zijn dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Dat één oorzaak of één overtuiging is de oorzaak van allerlei die stukjes die dan op verschillende manieren eigenlijk in de realiteit komen, hè, in 3D gebeuren. Ja, ik had verschillende kaartendeks hier klaar liggen. Dat is de Journey to the Soul. Vraag me niet wie dat geschreven heeft. Dainora, maar ik weet even niet. Vroeger heette ze Samantha Hamer, dus nou moet je even checken. Goed, wat is het eerste? Autumn. Loslaten. Net zoals in de herfst dat je de bladeren loslaat, dat dient niet meer. Want die heeft zijn rust nodig. Dus jij mag ook, ja, zo moet je het even zien, ook in een rustperiode. En mag je alles in die rust loslaten voor het nieuwe wat op voorjaar dadelijk gaat stromen. Of natuurlijk in deze winter. Ga niet om, je hoeft niet te wachten tot het voorjaar, totdat alles over op je pad komt. Maar zie dan wel dat stukje waar je nu de rust in mag pakken. Dat nodig is om, ja, om overvloed te ontvangen. Dan zul je wel iets moeten loslaten. Dat is eigenlijk de betekenis, zo voel ik het, bij de kaart. Goed.
En dat heeft te maken met herinneringen. En in die herinneringen, daar liggen natuurlijk daar liggen je roots. Daar ligt dat opgeslagen. Daar liggen die wortels van die overtuiging. En die dien je op te schonen. Als je wil weten hoe dat moet, ik ga weer sessies geven. Wanneer, hou het in de gaten. Er komt wel waarschijnlijk dit weekend een nieuwe afstandsheling, een collectieve afstandsheling. Die kun je dus bestellen. En die kun je thuis in je eigen omgeving, in je eigen tijd, dus als er een tijdstip aan verbonden, luisteren. Dat kan je dus 10 keer luisteren. Die komt misschien vandaag, dat weet ik niet precies. Maar die komt in ieder geval dit weekend of morgen online in de webshop, kun je dus aanschaffen. Er zal een andere, ik heb bij de collectieve afstandshealing heb ik altijd één afbeelding. Maar ik ben van plan om die langzamerhand eens erbij nieuwe bij te doen. Met de energie waar ik nu in zit, vanuit die energiefrequentie werken, is natuurlijk een totaal andere frequentie als die wat ik vorig jaar gemaakt heb. Ik weet natuurlijk nu, ben ik zelf ook gegroeid. Dus met die nieuwe energie ga ik nieuwe afstandshealingen maken. Die zullen ook een andere afbeelding hebben. Die komen wel bij de collectieve afstandshealingen. En dus dat kun je gewoon thuis doen. Dus niet via Zoom. En dan herken je die in ieder geval aan die nieuwe, ja, aan dat nieuwe afbeelding. Ik weet nog niet welke. Ik heb nog niet gekeken. Maar goed, daar mag dus iets veranderd worden. Je mag dus iets veranderen op celniveau. Die wortels mogen eruit. Wat jou eigenlijk heeft tegengehouden om te stralen, om het op te schonen. En wat krijg ik dan nog? Een shock. Dat kan dus plotseling gebeuren. Hè? Plotseling kun je dus dingen, dat het als een inzicht gaat van, dat heb ik ook van de week gehad. En ja, dan gaan de dingen gewoon stromen. Dus dat je echt zegt van, ja, dat is het. Maar ook is het vaak zo dat het als een, kijk, wat ik hier... Ik moet er naar kijken, want de shock, dat is een bliksemflits, die heeft van die vertakkingen. En dat is wat ik net probeerde te zeggen. Die vertakkingen, wat je dus nu hebt, je hebt één oorzaak, één gevoel heb je, één emotie heb je vastgezet, of een ervaring van een emotie, en dat wijst zich uit, dat straalt eigenlijk uit naar je toekomstige, vanaf dat moment naar de toekomst van die emoties. Als je teruggaat van dat moment naar het verleden, dan kan het best zijn dat het vanuit een vorig leven vastgezet is. Hè? Want we hebben natuurlijk allemaal meerdere keren hier, zijn we hier geweest. Dit kaartendek is een Sword of Light. Dus het zwaard van licht van aartsengel Michael. En dat eerste was mijn eigen dek. Oeps. Be a light to others. Je hebt een belangrijke bericht wat je mag delen. Laat jouw licht schijnen op de wereld, zodat anderen kunnen leren van jou. Nou, dat is dus wat ik aan het doen ben. Als jullie ervan leren, is dat mooi voor jullie zelf. En ik mag ook nog altijd leren. Je bent nooit uitgeleerd, totdat je de kist ingaat. En dan moet je dan aan de andere kant verder leren. Zo simpel is het. Get your power back, dus krijg je kracht terug. Want ook datgene waar je dus vast in loopt, dat heeft jouw kracht weggehaald. En je bent vergeten wie je bent. Je bent een kind van het universum. Een kind van de bron. Dus pak je kracht terug. Dat staat in het Engels, maar ik ben het even te vertalen. Dus pak je kracht terug. Want dat is heel belangrijk dat je echt gaat zien van... Waar ligt mijn kracht? Wat mag ik doen? En nog eentje. Deeper insights are at hand. Dus... Krachtige inzichten, diepe inzichten ga je dus nu krijgen. Die diepe inzichten heb je dus ook nodig om tot de wortel te komen van dat wat jou tegenhoudt om overvloed te ontvangen. Je plan is goed, maar de details hebben werk nodig. Ben ik ook aan het werken? Ik doe dat iedere dag. Hè. Dat is ook belangrijk dat je iedere dag een uurtje of zo daarmee bezig bent. Van wat wil ik? En niet nu van, ja, maar vandaag heb ik geen tijd gehad. Ik heb ook gisteren geen tijd gehad. Om mijn verjaardag heb ik daar ook geen tijd voor gehad. Of wel even wat gedaan. Maar als ik een dag heb dat ik geen tijd heb, door wat dan ook, dan is dat ook oké. Weet je, dan is dat ook prima. En misschien mag je ook eens wat meer tijd voor jezelf inplannen, dat je dus ook die rust ervaart. Reflect before moving forward. Dus het is belangrijk om te kijken, terug te kijken van wat voel ik? Wat wordt me gespiegeld? Reflect. Wat wordt me gespiegeld zodat ik überhaupt vooruit kom? Als je daar niet naar kijkt, dan zul je dus kunnen blijven vasthangen in die
blokkade. Tot zover het spirituele voor je persoonlijke ontwikkeling. We gaan nu verder kijken naar de tweelingzielen, want dat wil ik dus ook nu gewoon doen. Een stukje voor jezelf en een stukje voor de tweelingzielen. Dus dat je ook weet van, ja, waar zitten we dus op tweelingzielenvlak? Hij en ik. Zij en ik. Vul dat even zo in. Dat ga ik even niet doen. Jij weet precies, als jij een vrouw bent, als je van een vrouw houdt, prima, allemaal prima. Vul het even in. Voor mij is het makkelijker om met hij te praten. Goed. Divine Feminine. Wat speelt er bij jou? Ik ga zo kijken naar wat tussen jullie speelt. En dan ga ik nog kaarten leggen. Daar hebben we daar betrekking op. Even kijken. Love yourself today. Heel belangrijk dus. Divine Feminine. Hou van jezelf. Ja, hoe meer je van jezelf houdt. Dat straal je uit gewoon. Hè? Als je van jezelf houdt. Ja, dat is gewoon zichtbaar. You are protected by angels. Dus weet dat de engelen jou ondersteunen. En dat je beschermd wordt door hun. Is altijd zo. Trust your intuition. Hou er rekening mee. Als je dus gaat stromen. Als je dus gaat groeien. Weet dan ook dat jouw psyche aan jou gaat trekken. Hè? Dat is niet fijn. En het kan dus zijn met stukjes dat je angsten krijgt. Dat je veel gedachten hebt. Het kan ook dat je overspoeld wordt door emoties. Hou daar rekening mee dat je ook gaat kijken van zijn die emoties van mij? Of is dat iets wat ik al opgeschoond heb? Of voel ik iets van een ander? Kijk, als je als moeder... wordt vader, dan ben je ook heel erg betrokken bij jouw kinderen. Dan kan het dus ook zijn, als die kinderen problemen hebben, dat jij dat oppikt van die kinderen. Ik heb dat wel, ik pik dat wel altijd op. Maar ook al ben ik me er niet altijd bewust van, of zij zijn zich er niet bewust van, maar toch, je voelt het. Ja, dat is altijd zo geweest. En dat mag je dus ook op vertrouwen van, is dat van mij, is dat van een ander? Of heb je met iemand contact gehad die in een lagere frequentie zit? Via WhatsApp, via een telefonisch gesprek of via koffie bent gaan drinken of zo. Ergens en daar liepen mensen langs die een lagere frequentie zaten. Dan kan het zijn dat jij dan wat oppikt. Dus hou daar ook rekening mee. Hè? Dat je kunt overal iets oppikken als je niet goed geaard bent. Of als je een hele sterke connectie hebt met iemand. Dan voel je dat. En als dat met tweelingzielen is, die voel je sowieso. Kijk, als er wat met mij is, hij voelt dat altijd. Dat is gewoon zo. En andersom voel je ergens ook van, ja, wat, daar is iets. Ik voel iets, maar kan het misschien niet altijd plaatsen, niet altijd duiden. In de zin van specifiek, hè, echt de diepte in van dat is het en zo is het of dat. Maar je voelt wel dat er iets gaande is. And the signs you see are real. Dus je krijgt seintjes van spirit die echt zijn. Met betrekking tot jouw tweelingziel. Met betrekking tot jouw eigen spirituele groei. Hè. Hou daar ook rekening mee dat je dus ook zelf nog stukjes mag aankijken voordat je in union bent of... Dat je samen gaat groeien. Even kijken, wat is bij de mannen aan de hand? Divine Masculine. Nou, dat is een heleboel. Your fears are not real. Dus het kan zijn dat iemand van die Divine Masculine nog bang is. Dat hoeft niet voor iedereen te gelden, hè? Pas op. Dus take it as it resonates. Pak het zoals het vloeit, zoals het stroomt, zoals het resoneert. Maar laat het ook gewoon gebeuren. Jouw angsten zijn niet reëel. En dan krijg je de kaart go for it. Dus dat mag, dus misschien mag hij of zij nog iets opschonen. Go out in nature. Dus ga wandelen, ga de natuur in, ga zwemmen. Is een beetje koud nu. Althans, als ik eraan denk, dan krijg ik al de bibbers. Maar ik heb het altijd koud, dus ja, daar kun je niet van op aan. Maar spend time with friends. Dus ook de ontspanning voor hem is ook belangrijk. Hè? Het kan ook zijn dat hij in de natuur gaat om te aarden. Het kan ook zijn dat hij de natuur in gaat omdat hij daar zijn rust vindt. Dat kan allemaal. Hè? Dus iedereen is dat verschillend. Ik vind het wel lekker wandelen. Moest je me vroeger niet mee komen en nu vind ik het wel leuk. En zeker met die kleuren buiten. Die herfstkleuren vind ik fantastisch.
Twin Flame Oracle. Dus geldt ook voor de dames. Hè? Als jij last hebt van bepaalde stukken, ga de natuur in. Of ga zo gewoon zwemmen ergens. Hè? Kan ook. Wat speelt er tussen jullie? Wat mag je zien? Marriage and commitment. Dus het staat wel, jullie zijn aan het voorbereiden op een commitment samen. Maar jullie zijn ook toegewijd aan elkaar. Hè? Ik bedoel, als je dat nog niet hebt, dan ga je dus nu wel stukjes opschonen. Dat dit kan gebeuren. Hè? Dat kan dat jullie de laatste restant aan het opruimen zijn. Bij velen is dat zo. En anderen die mogen nog iets meer doen. A message is on its way. Zeker op die oude teammachine met 10 vinger blind systeem. Nou, ik geef het je te doen. Ik kan het wel, maar niet op zo'n oud kring. dat is me te lastig. Maar ja goed, daar komt een oude baan, oude job. Maar oud vak. Komt wel om de hoek kijken. On duty. Maar nee goed, maar even zonder flauwekul. Er komt dus een bericht. Wat te maken heeft met de union. Dus ergens krijg je een uitnodiging of je staat voor je deur. Hè? Dat kan ook. Of je krijgt eerst een berichtje van, hey, kom eraan, ben je klaar? Zorg dat je klaar bent. En focus on unconditional love, let it flow. Dat is vaak het lastige. Hè? Dat als je daar moeite mee hebt, dat je lastig vindt van, ja, maar wanneer gebeurt het nu? En hoe kan het nu? Dan kan het dus zijn dat je dus in een overtuiging hebt vastgezet dat jij altijd moet wachten. Voordat je iets mag krijgen. Dat je moet bewijzen. Dat je het goed moet doen. Dat je het waard bent. En dat je het mag krijgen nu. Dat je niet hoeft te wachten totdat dat of dat of dat gebeurt. Of totdat jij het waard bent of je goed genoeg gedraagt. Vanuit jouw jeugd kan dat allemaal vastgezet worden. Waardoor je dus in de rest van je leven constant misschien problemen hebt gehad met, ja, maar wanneer gebeurt het nu? Ik wil dat en dat graag. Wanneer gebeurt het qua werk? Wanneer krijg ik die job? Wanneer? Als je daar moeite mee hebt, dan kan het dus zijn dat je dat in dit leven of zelfs nog in vorige levens hebt vastgezet. Van, ik was, dat je niet goed genoeg was, dat je niet mocht ontvangen door omstandigheden, welke dat dan ook zijn. Dat kan, hè. Hou daar dus rekening mee dat dus ook bij jou zo kan zijn. Dat was mijn e-mail. Trust the journey. Adventure. Zie het als een avontuur. Ik word gewezen op die dolfijnen. Dolfijnenenergie. Die hele vrolijke energie van dolfijnen. En speelse energie ook. Hè. Zie dat als een beetje... Ja, speel dan mee. Speel met die energie. En weet gewoon van... Alles komt. Je weet dat ook eigenlijk wel... Maar soms heb je het gevoel van, ik moet me eerst in 3D bewijzen voordat dat allemaal mag komen. Dat ik het goed genoeg doe. Doe ik het wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg voor mijn tweelingziel? Ja, je hoeft je niet te bewijzen voor die persoon. Hij ook niet. En het is er gewoon. Je weet gewoon dat je samen bent. Alleen, ja, er zijn misschien omstandigheden wat nog eerst opgeschoond mogen worden. En dat kan dus zijn energetisch, dat energetisch wel bepaalde dingen al opgeruimd zijn, maar dat er nog de puntjes op de i gezet mogen worden. En dat, of die andere is nog wat aan het opruimen, puntjes op de i. Separation heals, dus die separatie, die mag je zien als tijd van het universum die je krijgt om aan jezelf te werken. Om de... frequentie van jouzelf, mannelijke, vrouwelijke energie, de union in jezelf, je kracht terugkrijgen, stralen, gaan staan in jouzelf, gaan staan in jouw licht. Jij weet wie je, als je weet wie je bent, kan jou niemand omverblazen. Als jij weet dat dit is wie ik ben, dat is wat ik moet doen, dat is mijn missie hier op aarde. Ook al heb je nog niet het hele plaatje, dat hoeft misschien niet. Misschien ga je dat nooit ervaren hier. Dat kan ook, hè. Dat maakt helemaal niet uit. We zijn op weg. We zijn op weg naar... Ja, en eigenlijk weer terug naar de oorsprong. Daar gaat het niet om. Maar ja, doe er je voordeel mee. Zorg dat je je lessen leert. En weet dat je, zodra jij iets leert, ga je groter groeien in de energie. En dat is waar je naartoe mag. Jouw innerlijk huwelijk van mannelijke en vrouwelijke energie mag je helen, mag je samenvoegen. Zo, nou, ik heb al een truitje aan daarvoor. Dat is wel grappig trouwens. Dat zie ik nu pas.
dat mag samenkomen, weet je? En dat is eigenlijk het stukje, dat mag je bij jezelf helen. Voordat je überhaupt in een union kunt komen met je tweelingziel, dien je dat eerst bij jezelf op te schonen. Dan dien je te weten wie je bent, dan dien je te weten wat je wil. En dan dien je jouw energie in balans te hebben. In ieder geval, jouw mannelijke en vrouwelijke energie in balans. En die stukjes op te schonen. Zeker als je samen een missie hebt hier. En ja, het voelt voor mij dat de laatste restanten aan het opschonen zijn nu. En dan krijg je te horen dat wil jij inderdaad graag geloven dat dat zo is. Maar weet dat het ook zo is. Dat is wat ik hoor. In het verleden zijn er mensen geweest, hoor ik nu. En dan zijn er nog bij die aan dat geloof twijfelen. Dat is, zo moet ik het eigenlijk zeggen. We hebben het hier over het collectief. Dat is wat ik nu doorkrijg. Er zijn er bij die geloven dat, maar nog niet vanuit hun ziel. Vanuit hun hart. Ze hebben nog niet geconnect met hun hartje, met zijn hogere zelf. En je hogere zelf heeft de antwoorden. Hè? Je hogere zelf weet wat er gaat gebeuren. En wat ik zie nu, wat ze me laten zien, is gewoon een stroom van, een overstroming van energie, van positiviteit. Daar dien je het verleden voor los te laten. En het is ook vergeven dat je dat hebt opgepakt als kind. Dat is heel belangrijk, dat je dat vergeeft. En dat je die overtuigingen zo lang hebt vastgehouden, omdat je niet beter wist. Er zit een andere kaart tussen. Ja, dat hoort dan niet, maar het hoort ook weer wel. De regenboogenergie, ook een hogere frequentie. Your journey is always being protected. En kijk eens, die kussen zich, dus dan zijn ze in union, hè. Want ja, goed, je kunt natuurlijk ook 5D wat uitwisselen, maar dat is een beetje lastig. Aard is natuurlijk prettiger. Maar dat is dus de energie die er in 5D al heerst. Dat je bent al samen, maar het dient zich nu nog op het aardsvlak naar voren te. Dan mag het nu naar voren komen. Wat heb ik nog meer hier liggen? Nou, ik heb nog meer hier liggen. Ik heb, we gaan dit tarotdek nog eens erbij pakken. Eens even kijken wat dat mag zeggen. Wat gaat er dus gebeuren tussen jou en de ander? Welke ontwikkelingen komen er? We gaan eens even kijken, welke ontwikkelingen komen er? Er valt van alles hier eruit, maar dat is zo klein geschreven, dus ik moet eventjes goed kijken wat het is. 9 van bekers. Nou, dat voelt voor mij dat er heel veel nieuwe dingen gaan stromen. Ik zal de plaatjes maar eens even laten zien, hè? Dus weet dat je daarop kunt verheugen, toch? Er vallen 2 uit, die vallen samen, dus die moet ik even samen pakken. De 10 van staven, dat is een nieuwe energie. Ja, lijkt me logisch, hè? Wat hebben we nog meer? De 7 van staven en de Knight of Wands. Dus er komt een nieuwe energie. De 7 van staven heb ik het gevoel dat er nog wat dingen moeten worden opgeschoond. Deze nog niet. En dat heeft te maken met het sacraal chakra, voel ik. Want dat is het oranje jurkje van haar. Daar mag nog iets weg. Kijk, en alles wat jij als overtuiging hebt vastgezet, dat zit meestal in jouw sacraal chakra of in het basischakra. Dat kun je dus heel moeilijk aarden. Ja? En dan krijg je de Knight of Wands. De, hoe zeg je dat? Prins op het knappe paard. Toch? Het is in ieder geval geen wit paard. Maar ja, weet dan dat dat gaat gebeuren. Hij komt er dus aan. Knight of Wands, er komt een nieuwe energie. Dus met een nieuwe energie gaan jullie die reis maken. Want je kunt niet met die oude energie, wat je dus nu nog in jouw systeem hebt zitten, kan het vooruit. Dat gaat niet. Dat zal dus eerst opgeschoond moeten worden. Wat hebben we dan nog? The Wheel of Fortune. Dus er gaat iets stromen. Er gaat een verandering plaatsvinden. Een rad van fortuin. Zeg ik dat goed? Ja. Rad van fortuin. Dus er gaat iets draaien. Gaat ook iets draaien in jouzelf. Een eenheid in jouzelf. 3 eenheid in jouzelf. Van jouw energie. Daar staan alles vrouwen op. Dus het voelt voor mij
voor iedereen gaat er dus een balans komen tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat je dus daar, van daaruit je eigen frequentie kunt neerzetten. En dat is heel belangrijk. Nou, kijk. En daarom pak ik nog een kaart. 10 van Bekers is eigenlijk, ja, de liefdeskaart. Die 10 van Bekers is eigenlijk het fundament. Zeg ik dat goed? 10 van Bekers is wel vaak een kaart van de liefde. Die komt. De 10 is een einde van iets. Een nieuw begin gaat dan gebeuren. Maar ook dat je, waar je van droomt, dus jullie dromen, wat jullie hebben samen, want jullie hebben toch dezelfde droom, want je wilt bij elkaar zijn. Als het goed is, dan gaat dat ook gebeuren. En ja, er gaat gewoon van alles nog stromen, de 9 van staven. Dus komt, er komt van alles nieuws. Weet dan dat die dingen, ook meer gesprekken hoor ik. Helderheid, duidelijkheid, dingen worden verduidelijk. Wat er gebeurd is in het verleden, wat bij jou gebeurd is, wat bij die andere gebeurd is. Dat daar nieuwe inzichten komen. En ik ga nog even de Lenormand pakken, want dit vind ik eigenlijk mijn fijnste kaartjes. De Lenormand kaarten voor de dames. Wat gebeurt er bij de dames? Hoe gaan jullie dit handelen, dit hele stuk? Opschonen. En dan meteen de brief erbij, inzichten. Dat voelt voor mij als dat dames inzichten gaan krijgen van hoe ga ik dit opruimen. Ik moet iets opruimen en dat gaan ze ook doen. En dat is ook belangrijk. Want dat opruimen, dat is, ja, dat moet gewoon gebeuren. Anders kom je niet vooruit. Heb je daar moeite mee? Dat weet je me te vinden. Dan kan ik je daarbij ondersteunen. Heeft te maken met vertrouwen. En in het geluk. Vertrouwen in het geluk dat dat op je pad komt. Dat dat gaat gebeuren. Als je zegt van ik heb moeite met bepaalde stukken. Dan kun je me contacten voor een telefonisch consult. Of een YouTube sessie. Ja, of een Zoom sessie. Die drie dingen zijn mogelijk. Of natuurlijk ja, een collectieve afstandshealing. En de zon. Dat is wat je wil. Je wil gaan stralen. Je wil gaan schijnen, wil ik zeggen. Je wil gaan stralen. Shine your light. Dus als een vuurtoren. Schijnen dat die ander zijn weg terugvindt naar huis. Want dat, zo is dat. Je bent gewoon thuis bij de ander. En als het goed is, heb je dat in één moment ervaren. Dan weet je gewoon van hier hoor ik thuis bij hem. Wat is bij die mannen? Ik ga dadelijk nog een kaart leggen voor de allebei. Ook communicatie, maar ook communicatie een beetje stressig. Ik voel voor mij dat daar best wel wat gesproken wordt. Ook over het vertrouwen. Misschien zit daar ook nog iets met vriendschappen wat niet helemaal zuiver loopt. Wat opgeschoond moet worden. Ja, zie je. Heeft ook de, hoe heet dat? De roede. Betekent ook communicatie die zorgt voor opschoning. Daar wordt aan gewerkt. Heeft ook met romantiek te maken. Maar de maan betekent ook een stukje wat onbewust nog speelt. Misschien moet er nog iets zichtbaar worden voor die ander. Of voor vriendschappen daar. Dat kan. Maar daar wordt nog iets duidelijk. Daar mag nog iets duidelijk worden. En ik voel voor mij toch dat er meer en meer gewerkt. Ja, zie je. Er wordt meer en meer gewerkt aan een einde van iets. Er wordt iets beëindigd. Er wordt iets beëindigd wat met vriendschap te maken heeft. En die niet eerlijk zijn gegaan. Of een ex of vriendschappen of allebei. En dan komt er helderheid. Komt er duidelijkheid. En wie bij hem hoort. Wie niet. En dat heeft ook met de ontmoetingen te maken. Dat is misschien datgene wat nog ja, blokkeert voor jullie ontmoeting. Ik ga nog even een kaartendek pakken. Wat is dat? Voor jullie samen. Hoe gaat dat voor? Hoe mag ik zien wat er voor jullie samen gaat gebeuren? Het is wel een lange sessie, maar ja. Voelt zo alsof dat zo hoort. Moet, dus dan hebben jullie wat meer info. Mannelijke energie. De mannelijke energie, ja, zie je. Jo. Stabiliteit. Voor de stabiliteit te ervaren, mag die eens gaan kijken wie er eerlijk is en wie niet. Is ook de tijd om dingen af te ronden. Het voelt voor mij ook qua, misschien qua relaties, exen of relaties met mensen die niet eerlijk zijn geweest. Naar hem, wat hij gezien heeft, wat zijn stabiliteit in gevaar brengt of in zijn stabiliteit
Ik heb het gevoel dat hij iets moet uitspreken naar mensen toe, want ik heb nu last van mijn keel. Iets moet uitspreken om een verandering teweeg te brengen. Dat heeft te maken met een einde van iets. Maar het is ook karmisch. Er kan ook nog een oud stuk zijn van een vorig leven. Dat daar iets opgeschoond mag worden van een vorig leven. Dat daar iets in dat vorig leven niet helemaal zuiver op de graad is geweest. Dat brengt wel geluk als je dat gaat doen. Maar we waren nu aan het kijken voor jullie alle twee. Dus waarom moet ik dat nu zo zeggen? Ja. Omdat dat belangrijk is, hoor ik. Omdat dat het eerste vereiste is wat nu moet gebeuren. Want dat zorgt ervoor dat de liefde, dat je dat ook weer terugkrijgt. Dat hij dat terugkrijgt. Dat jullie dat terugkrijgen. Dus daar mag iets veranderd worden. Dat heeft ook te maken met ook weer communicatie. Communicatie, de zon, het geluk voor jullie alle twee. Maar waarom moet die man dan alleen iets opschonen? Oké. Stabiliteit. Maar de man is ook de kaart van vooruitgang. Dus er komt een vooruitgang. En alles wat eigenlijk, als ik even terugkijk, alles wat jullie belemmerd heeft om normaal te communiceren met elkaar, dat wordt opgeschoond. Maar dan wordt het juiste moment ook afgewacht, hoor ik. Dus het juiste moment dat er stabiliteit wordt gevonden om vooruit te gaan, dat sowieso. Dus ergens moet er nog iets opgeschoond worden voordat dingen vooruit komen. En voordat er de stabiliteit komt. En toch heeft het weer lang geduurd. Of er zijn mensen geweest die iets hebben willen blokkeren. Maar ja, en toch heeft het ook met vriendschappen te maken. Dat jij zelf kijkt bij wie bij jou past, wie eerlijk is en wie niet. En dat je dat boek gaat sluiten. Dat het noodzakelijk is voordat je verder kunt. Want met mensen die niet eerlijk zijn voor jou, die niet eerlijk zijn achter jouw rug om, die niet eerlijk zijn naar jullie connectie, goed, exit. Dat is gewoon niet oké, want dat brengt gewoon negatieve vibes, dat brengt gewoon negatieve energie tussen jullie, dat is niet nodig. En dat is misschien het stukje wat nu opgeschoond wordt. Dat voel ik gewoon, dat niet bij iedereen natuurlijk, maar dat brengt wel het geluk met zich mee. Als dat opgeschoond wordt. Kijk eens bij jou, in jouw omgeving, als jij mensen hebt die jou het geluk niet gunnen met jouw tweelingziel. Want pas op, dat zijn er veel, hè. Dat doen ze wel in het gezicht van, oh, ik vind het leuk voor je, hè? Als je dat zou vertellen. Maar er zijn er ook veel die zijn achter de rug om jaloers. Of laten het niet zien, weten misschien zelf niet eens dat ze jaloers zijn. Dus pas daarvoor op. Zodra je het voelt, ik voel het gewoon van een afstand. En dan is het voor mij afgelopen. Ik gun iedereen het beste. En dat mag ik ook terug verwachten. En als ik dat niet krijg, dan ben ik er klaar mee. En dan is het voor mij ook over, uit en sluiten. En dan gun ik je nog steeds het beste. Hè? Maar dan mag dat. Dan mag je je eigen weg gaan. En alsjeblieft ver weg van mij. En dat, dus kijk eens zelf. Want ook dat kan jou blokkeren. Hè? Als je in een situatie blijft hangen. Je krijgt van spirit seintjes. Je krijgt natuurlijk ook seintjes. En dat moet ik wel nog even zeggen. Als jij bent begonnen met dingen te helen. Weet dan dat je dus triggers krijgt van spirit. Dat spirit jou test. En als jij die test doorstaat, ga je naar een volgend level. Zo werkt dat. Maar je wordt eigenlijk gevraagd van, kijk, je hebt iets opgeschoond. Je hebt iets afgerond. En dan word je getest van, heb je het inderdaad begrepen? We zetten nog eens een persoon op je pad. Dat kan. Hè? Dat je dus iets hebt afgerond, een beslissing hebt gemaakt. En zeg van, dat wil ik niet meer. Ik wil dat niet meer op deze manier. Dan krijg je dus nog een persoon op je pad. Kan, hè? Of omstandigheden. Die jou eigenlijk triggeren van, kijk eens, ik hou jou iets voor. Ik hou jou echt zo'n worstje voor. Van, hap je erin? Of zeg je van, nee, dat heb ik begrepen. Blijf weg, hoef ik niet.
Zodra je dat begrepen hebt en zodra je daar ook zo mee omgaat, zal spirit ook zeggen van oké, top, je hebt het begrepen, volgende klas. Ga een klas hoger, ga een frequentie hoger, zo moet je het dan maar zien. Want alle frequenties staan eigenlijk naast elkaar, ook die van overvloed. Maar je dient wel jouw energie ook op die energiefrequentie van de overvloed te krijgen. Waardoor je dus in het heden, en je kunt wel kijken naar de toekomst, maar oké, daar leven we nog niet. In het verleden kun je ook wel kijken, maar daar leef je ook niet meer. Dus als je dat wil opschonen, dien je dat in het hier en nu op te schonen. Waardoor je dus vanuit hier in een hogere frequentie trilt. Dat is niet op een hoger level, maar... het is wel op een hoger level, maar het bestaat naast elkaar. Je hoeft dan niet te wachten, want het is er al. Het is er al. Alles is er al. Alleen, jij dient jouw frequentie aan te passen aan het stukje waar het er al is. Zodat op 3D-level ook alles naar je toe kan komen. Nou, als je daar moeite mee hebt, je weet je me te vinden, mag ik je daarbij ondersteunen. En ja, goed, er gaat nog een nieuwe sessie komen. Wanneer? Ik laat het even in het midden. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Ik heb nog iemand iets beloofd om te maken, 2 cliënten. Dat ga ik als eerste doen. En dan, komt de rest vanzelf. Dankjewel voor het kijken. Als je het leuk vindt, klik dan op abonneren. Klik op het belletje, zodat je geen update mist. En ja, ik deel de video's wanneer ik tijd heb. En dat is ook iets wat ik meer moet leren om nog meer vrije tijd voor mezelf te gaan creëren en te gaan inplannen. Want dat is wat ik wil. Dat heb ik uitgezet naar het universum. En dan dien ik het wel te doen in het hier en nu. Dien ik het aan te passen. Anders kan het ook niet naar me toe komen. Dan is er geen ruimte. Dus. En ik heb al veel rust. En ik werk al op dagen die ik zelf wens. Dus dat had ik al sowieso aangepast, maar ik ben heel vaak gewoon hierboven veel te vinden. En ik mag ook gewoon eens wat meer gaan wandelen, of wat meer leuke dingen gaan doen, of eens even niks doen. En niks doen vind ik heel lastig. Dus ja, ik ben dat gewoon gewend. Maar ook met niks doen, doe je iets. Doen door niet te doen. Ja. Goed, ik leer het. Maar ik moet zeggen, het gaat me goed af. Soms heb ik zoiets van, weet je, ik ga gewoon naar beneden en dan doe ik gewoon mijn ding. En that's it. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en namaste.